op mijn 18e belde NAC Breda op en die vroeg van, nou ja, wil je hier komen voetballen in het eerste? En zo tekende ik eigenlijk mijn eerste profcontract en start je mijn droom als profvoetballer. Ik zei eigenlijk mijn gelovige dag en ging eigenlijk volledig voor het voetbal. Ja, in die keuzes die ik daarna gemaakt heb, veranderde eigenlijk alles. De persoon die ik was, hoe ik in het leven stond, de normen en waarden die ik had. Aan de ene kant ging alles van binnenin ging fout, maar aan de buitenkant, als je me zag, was ik gewoon die profvoetballer die in een mooie auto reed, die elke week genoeg geld op zijn bank kreeg. En dus ik had twee gezichten. En toen ging mijn thuissituatie ging ook fout. Ik heb eigenlijk veel dingen waarvan ik vroeger zei, dat zal ik nooit doen, heb ik uiteindelijk wel gedaan. En hebben me uiteindelijk op een punt gebracht dat ik alleen nog maar naar boven kon kijken en zeggen, heer, u moet me hieruit redden. Gods liefde betekent voor mij een vader die naar zijn zoon rent. Is dat, het verhaal van de verloren zoon is een jongeman die eigenlijk op het punt staat om naar huis te keren, maar denkt dat hij niet meer waard is om een zoon te zijn. Maar daar staat een vader op de uitkijk en hij rent. En dat is het enige moment volgens mij in de Bijbel dat we lezen dat God rent. En dat raakt mij enorm. Te horen dat de liefde van God het onmogelijke mogelijk maakt. Ik ben Levi Rissamassu en ik geloof in liefde.